Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe video. De nieuwe titelupdate voor FIFA 21 is live en er zijn toch een aantal grote dingen die aangepast zijn. Ten eerste, wat niet onbelangrijk is, is dat we eindelijk minder gele kaarten krijgen. Ik heb in de afgelopen weken van Weekend League heel vaak gehad dat ik een normale tackle maak... ...en dat dat wel gewoon resulteert in een gele kaart. Heel rare situatie, maar nooit voorgekomen, maar EA zegt dat ze het hebben aangepast. Daarnaast hebben we ook een hele tijd gehad dat de game al stopte... In de 90ste of de 50ste minuut, waar je wel gewoon een kansrijke aanval had, is ook eruit gehaald. Dus dat je tijdens blessure tijdig wel gewoon je kans kan maken. Want dat was super irritant. Dan loop je één op één de doelman af. Je krijgt gewoon een gratis kans op het doel. En hij wordt gewoon afgenomen doordat de scheidsrechter de wedstrijd afvloot. Zou net echt nooit gebeuren. En dat is dus nu ook in een nieuwe patch gefixt. Daarnaast ook een aantal andere aanpassingen. Maar natuurlijk gaat het in deze video om andere dingen dan alleen maar de patch notes. Hallo beste mensen, welkom bij deze nieuwe video. We gaan een paar pakketjes openen. Want ik heb namelijk een 100k pack nog. En we gaan ook eventjes een manier bespreken waardoor ik en jullie ook heel makkelijk coins kunnen verdienen. De Weekend League zit er weer op. Ik heb ditmaal elite gehaald. Ik had nog twee wedstrijden over. Ik ben dus 23 om 5 geëindigd. En dat betekent dat ik de laatste twee wedstrijden nog even kan omzetten. Om hopelijk rang 3 in de Division Rivals te halen. Dan moet ik dus nog 780 punten halen in mijn laatste twee potjes. Uh, dat is best een flinke taak. Ik ga kijken of het gaat lukken. Ik ga er eigenlijk wel vanuit. En dan kan ik ook gewoon nog twee extra zelfs mijn megapacks krijgen voor het aankomende Team of the Week. Waar we dan, uh, ja, ook nog drie informs krijgen. Drie player picks en een 100k pack. Het Team of the Week wordt waarschijnlijk niet heel bijzonder. De enige echt grote kaart die mogelijk is, is Ronaldo. Die heeft er twee ingeschoten, maar hij krijgt eigenlijk alleen een inform als EA weet dat het een slecht Team of the Week wordt. En dat compenseert door een Ronaldo erin te doen. Benzema kan daarnaast een inform krijgen. Natuurlijk krijgt een Roy Vloeten een inform, want die heeft er drie ingeschoten en een assist gegeven. Maar... Niet uitspraak maken namen die je direct in je team zou doen. Daarom weet ik achteraf niet of het eigenlijk een goede beslissing was om door te spelen tot elite. Vorige week ben ik namelijk expres gestopt bij goud 1, zodat ik extra potjes had voor in division rivals te spelen, voor mijn division rivals scoren. En daarnaast kreeg ik ook een extra 100k pack voor uh, de rulebreakers promo. Nu is de rulebreakers promo nog steeds beschikbaar in deze game, uh, wanneer de Weekend league awards komen. Maar ja, we moeten dus nu proberen met dat 100k pack daar iets goeds te krijgen. Ik heb dan nu nog een mega pack, twee rare gold packs van de pre-order en een 100k pack voor het scoren van 250 goals of het geven van 100 assists, iets van die mijlpalen. Dus dat is gewoon een gratis 100k pack tijdens een promo en dat is altijd lekker. We gaan kijken of we daar iets goeds te krijgen. Eerst deze pakketjes af. we kijken op card, maar veel goed zal het niet zijn, want het is geen promokaat. Inform Abia is dan wel altijd handig als ik voor een SBC een inform nodig heb. Maar voorlopig verwacht ik niet dat ik die lage rated informs nodig heb. Maar hoge rated informs verwacht ik wel dat die nodig zijn. Dat ga ik zo bespreken. We gaan eerst de ene methode, dan de andere. En voor de andere moet je toch, als ik het nu alvast verklap, een paar high-rated informs inslaan. Als je die goedkoop kan kopen. Nu eerst een Engelse rexpack. En dat wordt Carl Walker. En dit is eigenlijk best lekker. Want ik heb Carl Walker met team, dus ik kan ik hier aan mijn team mooi verkopen. Ik bedenk me nu dat dit mijn pre-order pack is, dus ik kan deze gewoon verkopen. Carl Walker verkoopt op dit moment voor 112k. Ik zet hem er dus mooi op voor 110. En dan is het dus gratis 100k die krijgt de pre-order. Mijn eerste goede pre-order pack. Ik heb tot nu toe eigenlijk bijna geen enkele goede kaart gekregen uit deze pre-order packs. Maar dit is dan eindelijk een kaart die wat waard is. 100k die ik goed kan gebruiken, want ik verwacht dat ik veel coins ga uitgeven in deze maand. Want er komen namelijk heel veel goede kaarten uit. Maar eerst het 100k-pack. 24 items, allemaal spelers, allemaal goud, allemaal rare. We kennen het riedeltje nu wel, we krijgen ze allemaal tijdens onze leak was. Krijgen we ook een walkout uit? Nee, dat niet. Tot nu toe krijg ik heel weinig goede 100k-packs. Meestal krijg ik een goede speler eronder, nu krijg ik wel deze kaart. En daar kan iets goeds onder zitten. Hopen dat dat ook het geval is. Wat krijgen we hieronder nog? Ja, het is toch wel iets minder dan ik had verwacht. Van 100k. Pack, verwacht je eigenlijk wel dat je iets beters krijgt. Ik uh, ja, krijg Bruma nog. Wat heb je aan Bruma? Niet heel veel. Dankjewel, Walker. Dankzij jou. Toch nog iets goeds gepakt uit deze reeks aan pakketten. 100k vanwege Walker. Maar je ziet hier ook. Een mooi bruggetje richting het volgende deel van de video. Namelijk een kleine trading tip voor iemand die heel weinig coins heeft. En ik heb ook een methode waarmee je op de lange termijn coins kan verdienen als je wat meer coins hebt. We beginnen bij de weinig coins methode. Je ziet hier een aantal silvers voor uitlopende prijzen. Je ziet misschien al een verband. Als dat niet ziet, maakt het niet uit. Het is heel makkelijk uit te leggen. We gaan maar eens beginnen bij de transfermarkt. Het fijne aan deze methode is dat je er nul marktkennis van nodig hebt. Je kan dit allemaal direct vanuit de game zelf doen. Je moet niet alles via FUTBIN of een andere FIFA-website checken. Uh, het nadeel daarvan is wel... je kan hier niet enorm veel coins in een korte tijd mee verdienen. Dat is vooral voor mensen die wat minder coins hebben... Of mensen die zo min mogelijk risico willen leiden. En daar is niks mis mee. Maar verwacht dus niet dat je hiermee heel makkelijk 100, 200k een dag verdient. Tenzij er echt de flinke uurtjes in zet. Wat je doet, je gaat naar een bepaalde competitie. Je kan ook alle zilvers pakken. Dan zet je je maximale bieding op 600 coins. Ik kies de Championship. Waarom de Championship? Dat is een competitie die ik verwacht dat die binnenkort in league SBC's komen. En. Wat ook een competitie is die veel gebruikt wordt. Veel Engelsen vinden het namelijk leuk om een team te supporten dat de Championship. En daarnaast zijn natuurlijk nu ook silvers nodig voor die Silver Launch uh, Mode. Waar je dus die speciale silver kaart uit kan krijgen. Dus wat ik altijd doe, Ik ga je gewoon de markt af voor heel veel silvers. Ik kijk wanneer er nog wat seconden te gaan zijn, 30, 40. En dan kijk ik gewoon overal waar een goed, goed bot op staat. Hier staat een bot van 300 coins op Cliff, Dan ga ik even kijken naar zijn prijs. Ik ga dat vergelijken via de in-game uh, knop, zeg maar. En dan zie je dat zij goedkoop zijn goedkoopste kaart. Rond de 700 is. En dan ga ik door tot de 16e minuut om te kijken of daar eentje onder zit. De laagste prijs is 650 coins. Ik heb hem opgeslagen bij mijn transfer targets. En dan ga ik er gewoon net iets onder bieden. 350 coins. Normaal gesproken is de hoeveelheid concurrenten in deze markt niet heel groot. Maar je ziet hier nu dat Tunny Cliff overboden is. Ik kan het doorbieden tot 450. Maar je moet maar even kijken hoeveel marge je wil maken op zo'n speler. Hier ook de volgende kaart, Gallagher. De goedkoopste is 450 coins. Ik heb hem dus aan mijn transfer targets toegevoegd. Dus ik druk dan op driehoekje om naar mijn transferlijst te gaan. Dan bied ik het 200 op. En als je dat gewoon blijft doen met alle kaarten, dan ga je er uiteindelijk wel een aantal winnen. Dit kan in de tijdspan van 1-2 minuten met 4 of 5 spelers gebeuren. Dus daardoor. Maakt niet uit als je er niet heel veel wint. Als je er wel gewoon een aantal wint, maak je per stuk aardig wat winst gewoon nog. Hier ook hetzelfde verhaal. De goedkoopste is 600 coins. Ik zet hem erop voor 550. Maak ik 200 coins winst als ik hem voor 350 weet te winnen. In de tussentijd hebben we Gallagher gewonnen. Dus dat is de eerste kaart die we gewonnen hebben. Deze was niet de moeite waard. Vaak kijk ik ook of de prijs wel daadwerkelijk de moeite waard was. Het goedkoopste was 400 coins. Als ik deze win voor 300, dan maak ik met IE belasting 95 coins winst. En dat vind ik eigenlijk net te weinig om zo'n kaart dan... Uh, op te bieden, zeg maar. Uiteindelijk, deze kaart ook mooi gewonnen, maak je ook weer een paar honderd coins winst op. En zo kan je dus de hele lijst afgaan, afhankelijk van hoeveel uh, tijd je ermee kwijt wil zijn. En natuurlijk, wat je budget is. Je hoeft dit niet alleen maar met één competitie te doen. Je kan ook gewoon alle zilver normale spelers pakken. Dus niet zelfs met zilvers. Maximale prijs bij 600 en dan de markt een beetje afspeuren. Je moet er wel nagaan dat er daardoor heel veel kaarten voorbij komen. Dus dat je daardoor ook echt zeker moet zijn dat je klikt op Add to Transfer Targets. of toevoegen aan transferkandidaten. En daarna pas op Compare Price drukt. Dan kan je hier heel even snel kijken of het de moeite waard is. En soms ga je ook zien dat als je de spelers een prijs vergelijkt, dat er dan eentje gelist wordt in de aller eerste minuut, dus de 59 minuut, en dan kan je die vaak snipen. Bijvoorbeeld deze gaat voor 250 coins op een open bieding. De goedkoopste is 600 coins. Stel er wordt eentje in de 59 minuut gelist voor 300, dan kan je die, als je de prijs vergelijkt door op compare price te drukken of vergelijk prijs, dan kan je daarmee dus ook makkelijk van profiteren en daardoor wat extra winst pakken. Dus zo zie je, maar je kan een specifieke competitie kiezen zoals de championship, of je kiest gewoon alle silvers, dan heb je veel meer mogelijkheden maar moet je wel wat sneller zijn met het zoeken van deeltjes. We hebben dus deze Cameroonese rechtsbuiten en deze Koreaanse centerback naast twee spelers van de Championship. Je kan hier net zo lang mee doorgaan als je wil. En je hebt hier bijna geen coins van nodig. En nogmaals, ook bijna geen marktkennis. Want je kan gewoon lekker op compare price drukken. En dan kan je de prijs vergelijken binnen de game zelf. Als je nou wat sneller meer winst wil pakken dan met de silver methode. dan heb ik daarvoor ook een kleine tip. Deze maand gaat er namelijk op FIFA heel veel gebeuren. IA heeft beloofd dat aan het einde van de maand, of in ieder geval in november, de Icon SBC's komen. Dit wordt een mix van base icons, dus de baby variant, en mid-icons. Wanneer de Prime versies in packs komen, dan komen ook Prime Icon SBC's. Want dat betekent dat er gedurende deze maand, of waarschijnlijk aan het einde van deze maand, Icon SBC's komen. Als je nog herinnert van FIFA 19, waren dit SBC's waarbij je dus heel veel high-rated kaarten nodig had. Helemaal voor de top-icons als Ronaldo en Gullit had je meerdere 90 algemeen of 89 algemeen teams nodig. Nu verwacht ik dat de eerste set aan icon-SPC's niet heel bijzonder zullen zijn, maar dat je wel gewoon 86, 87 algemeen teams nodig hebt. Daar komt bij dat je daarvoor ook vaak high readers nodig hebt met een informvereiste. Op dit moment is Guerrero in form maar die is ongeveer 19k. Wanneer er veel pairs geopend worden, gaat hij waarschijnlijk voor 8,5. Of kan je misschien zelfs voor 18 oppikken. En dat is voor een 86 algemeen in form linksback helemaal geen verkeerde positie. Linksback's en rechtsbacks gaan altijd voor iets meer dan andere kaarten. Het is de goedkoopste 86 algemeen in vorm, dus het is sowieso goed om een paar van hem in te komen kopen, want die gaan sowieso in prijs stijgen. Dan hebben we nog Luis Alberto. Als je deze voor ongeveer 18,5 tot 19k kan oppikken, is het ook een zeer goede prijs. Het is momenteel in vorm, dus die wordt heel veel gelist, helemaal met de Rule Breakers promo. En deze jongen met zijn 86 algemeen in vol status uit de goede competitie als de Serie A, maar sowieso veel. Uh, SBC oplossingen mee gemaakt worden omdat die veel high-rated kaart hebben voor weinig geld, is deze ook een heel goede aankoop voor Icon SBC's of wanneer er een high-rated kaart nodig is. Want bedenk, niet alleen Icon SBC's komen uit. Daarnaast komt er ook de Player of the Month Lewandowski. Lewandowski scoort links en rechts zoveel doelpunten. Hij wordt ongetwijfeld de Player of the Month van deze maand. Ik moet eigenlijk zeggen de afgelopen maand. Dit betekent dat Lewandowski na verwachting een 94 algemeen kaart krijgt. Hij is sowieso al best een meta kaart ondanks zijn snelheid. Dus deze jongen gaat best wel wat vereisen en ik denk dat hij minimaal wel 5-600k kan kosten als SPC. Hierdoor gaan de prijzen sowieso omhoog, maar dat gaat niet alleen gebeuren door Lewandowski. Je krijgt namelijk ook de League, Player of the Month. En in de League zijn er toevallig twee best wel meta kaarten die goed hebben gepresteerd. Neymar en Mbappé. Neymar of Mbappé wordt Player of the Month en die gaan allebei waarschijnlijk 2 tot 2,5 miljoen kosten. Dus heel veel spelers gaan deze SBC ook doen en gaan die high-rated kaarten van de markt plukken, waardoor deze high-rated kaarten in prijs gaan stijgen. Daar komt ook nog bij dat de Player of the Month van de Premier League komt. Dat kan Jungmin Son worden of Harry Kane. Maar ook deze gaat waarschijnlijk veel vertooid worden helemaal als het Son wordt. Tel daarbij op dat er ook nog de La Liga Player of the Month komt. Wat dan waarschijnlijk Oyaza Ball die een beetje minder is. Maar je krijgt dus vier, 5 SBC momenten waarbij heel veel herinnerde kaarten nodig zijn. Die je dus moet gebruiken voor een SBC's. Dus nogmaals of Mbappé of Neymar, Oyaza Ball voor de La Liga, Lewandowski, Son of Harry Kane. En dan ook nog Icon SBC's. Dus als jij nu tijdens de Weekend League Rewards, Division Rivals rewards of er er veel packs geopend worden. Heel veel high-rated kaarten inslaat, dan gaan die de, in de tijdspan van deze maand heel veel in prijs stijgen. Aangezien de rulebreakers promo nog steeds bezig is, verwacht ik dat er heel veel pets geopend gaan worden op de donderdag met weekend league was. Dan kan je vast wel een aantal high-rated kaarten inslaan voor minder geld. Dan moet je dat even doen, dan kan je de prijs checken via FUTBIN. En dan kan je op die manier dus heel makkelijk kaarten inslaan en voor veel meer verkopen in de tijdspan van deze maand. Ik ga dat zelf ook doen. Ik ga eerst heel even sparen tot ik genoeg coins heb voor Stadion. Maar nee. En dan ga ik de rest investeren in high-rated kaarten. We zijn hiermee wel aangekomen bij het einde van deze video. En daarmee wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Je kan nu ijzer je scherm een andere video zien van FIFA 21 die ik geüpload heb. Klik daarop als je die nog niet gezien hebt. Vergeet ook niet de video te liken en te abonneren als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video's. En tot die tijd zeg ik later mensen.